Ah, en dan krijg ik hem ook nooit uit. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik ben aan het wandelen met Pip. Ik heb echt... Waar is mijn dingetje? Oh, hier. Even wat zachter zetten. Anders hoor ik mezelf niet eens. Ik moet best wel wat doen vandaag. Ik moet heel veel wat achter de computer en zo. En Carlijn is heel ziek. En Wessie zit in Frankrijk weer voor 3 weken. Die komt vrijdag weer terug. Ik ga heel veel soms een boodschappen doen. Dan ga ik meteen heel veel wat boodschappen halen voor Carlijn. Want die kan de deur gewoon niet uit. En dan ga ik heel veel soep voor hem maken. Dus dat ga ik straks even doen. Maar ik moet eerst heel veel wat werkdingetjes doen. Maar eerst wel even de wandeling afmaken met Pip. Die echt om de 5 meter overal wil snuffelen ineens. Maar goed. Toch altijd wel lekker ook zo. 'S ochtends even wakker worden. Maar ik heb dus echt vet veel zin in de zomer. En daarom ben ik nu ook gestart met gewoon alvast zomerliedjes luisteren. Dan krijg ik al een beetje zo'n zomerse feeling. Dus ik luister nu Enrique Iglesias. Als ik zijn naam goed uitspreek, jullie weten, mijn uitspraak is altijd top. Maar hier word ik echt vrolijk van. Ik zou eventueel woensdag of donderdag wel jouw kant op kunnen komen. Nou, we zijn inmiddels een uurtje later. Ik heb bijna alles afgevinkt wat ik moest doen. Ik heb een boodschaplijstje gemaakt. Ik vind het dus echt super lastig. Dat vind ik een van de lastigste dingen van alleen zijn. Is dat ik eigenlijk helemaal geen zin en geen buffer meer heb om te koken. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik wel weer even voor mezelf moet gaan koken. Pip die is heel schattig in slaap gevallen. Ja, nou zit ze me wel aan te staren dan. Maar de typie die staat hier. Inmiddels zien jullie mijn half kantoortje al. Maar goed. Ik heb dus net mandarijnenschil in mijn kopje gedaan. Omdat ik dacht dat er geen koffie meer in zat. Maar dat zat er dus blijkbaar nog wel in. En ik heb mijn jas aangedaan, want ik heb het koud. En dan zou je kunnen denken van, joh, kun je toch ook gewoon een verwarming hoog zetten? Dat heb ik ook gedaan. Gadverdamme. Het is dus Blue Monday vandaag. Maar ik voel me prima hoor. Oké, ik doe mijn jas uit, want ik ga mijn andere jas aan doen. En boodschappen doen. Wikkel een sjaal om mijn nek. Hops. Niet. Zo. Let's go. Oké, ik heb weer een aanbieding. Eierkoeken. Beschuit. Ik heb 2 flesjes cola, light, voor als je misselijk bent. Oh ja, dat was ik al vergeten. Dan moet je dan echt drinken, dat is echt een wondermiddel. Deze koekjes, ja, ik weet niet of dat de goede zijn. Ja, prima. Maar die zijn lekker. Ik ga soep voor je maken, dus ik heb soep. Ik heb voor jou 2 tomaatjes. Wat je wil. Vers geperste sinaasappelsap is heel belangrijk om beter te worden. Die? Ja. Appels. En de kiwi, want dat is echt een bom van vitamine. Ja, dat is hierin, ik had het met mama erover. En hierin zitten echt de allermeeste vitamine, geloof ik. Dit is echt een superfruit. Oké. Okay. Ja, en blauwbessen ook. En zoekgroenten. Want die ga ik maken. Okay. Nou, ik heb Carlijn soep gevoerd. En mijn eigen boodschap natuurlijk ook gehaald. Dus ga ik nu wel even uitladen. En ik heb nog iets wat ik met jullie wil testen. Ik dacht dat het misschien wel leuk om in de vlog te doen in plaats van een extra video. Dus dat ga ik zo meteen ook nog eventjes doen. Oh ja, voordat ik het vergeet. Ik sta deze maand... Where are I? In the girls. Kijk. Superleuk. Maar goed... Ik heb me heel even omgekleed, want dan hoef ik dat niet meer te doen. Ik heb maar half in een knot. Maar we gaan kleurlenzen testen. Ik dacht, ik vind het wel leuk om met jullie te doen. Ik heb een tijdje terug heb ik 3 verschillende soorten kleurlenzen gehaald bij de HEMA. En ik hou van kleurlenzen. En ik heb wel eens vaker laten vallen dat ik heel graag een keertje kleurlenzen wil op sterkte. Maar ik ben er dus niet helemaal ook over uit van welke kleur ik dan zou willen. Dus ik heb gewoon 3 kleuren gekocht. Blauw, bruin en groen. En ik ga ze nou eens proberen met jullie. Dus we gaan er eentje openmaken. Ik heb ze allemaal alvast in lenzenvloeistof gedaan.
Ik ga over mijn eigen lensdoosje erbij pakken. Is ook wel handig. Want ik draag zelf natuurlijk lenzen. Dus ik moet mijn eigen lens even uitdoen. Het eerste wat me echt wel opvalt is dat deze lenzen heel zacht zijn. Veel flexibeler als mijn eigen lens. Nou, daar gaan we. Wow. Hij zit er goed omheen, maar als je heel dichtbij kijkt zie je wel echt dat het een kleurlens is. Van een afstand zie je het verschil natuurlijk wel. Het is trouwens niet dat ik niet blij ben met mijn eigen oogkleur. Want ik vind persoonlijk zelf dat ik wel een hele mooie oogkleur heb. Maar ik vind het soms gewoon leuk om een beetje te experimenteren. En de volgende. Wow. Nou, dit is dus bruin. Ik vind het altijd, het is best wel mooi gegeven als je dus blond haar hebt en bruine ogen. Dat is volgens mij, dan heb je toch een van de 7 schoonheden. Het is hetzelfde als dat ik het echt super mooi vind als iemand donker haar heeft en blauwe ogen. Nou, bruin zou ik op zich nog wel een keertje willen dragen voor een dag of zo. Maar ik zou het mooier vinden als het wat meer hazelnoot is. Dit neigt meer een beetje naar het groene toe. Maar ik ga ze dus alle 3 proberen. En dan moet je daarna via de poll even laten weten welke kleur jij dus het tofste vindt. Ik haal ze er weer uit. Trouwens, ik krijg wel eens de vraag van hoe krijg je lens uit je oog met deze nagels. Dat is echt een kwestie van wennen. Want de eerste keer toen ik nagels had, en toen had ik nog nepnagels. Want inmiddels zijn mijn nagels helemaal aangegroeid en zijn mijn eigen nagels geworden. Toen had ik dus dezelfde lengte en toen heb ik echt gehuild met het eruit krijgen van mijn lenzen. Dat lukte me echt niet. En nu als ze weer bij zijn gewerkt, dan is het net alsof ik geen nagels heb. Dan ploep ik ze er zo uit. Maar ik merk aan het einde, zeg maar na 4 weken laat ik ze altijd bijwerken. En dan zijn mijn nagels echt net iets te lang. En dan, oh ja, dan is het soms wel vervelend. Maar in principe vind je er wel een handigheidje in. Ik heb nu blauw. En dan ben ik heel erg benieuwd wat dit gaat doen. Want ik heb natuurlijk zelf al blauwe ogen. Ik weet niet of ik het zo kan laten zien. Die lens, het is een beetje donkerblauw. Oké. Huh? Het lijkt wel groen. Ligt het nou aan mij? Ik vind dit absoluut geen blauw. Zeg maar, dit is zonder lens en dit is met blauwe ooglens. Maar dit lijkt toch veel meer een beetje groenish. Die rand is wel heel donkerblauw. Ik heb wel het idee dat deze lenzen mijn ogen een stuk groter maken. Omdat het echt ineens zo booming is. Maar ik vind het wel echt een beetje groenig. In plaats van blauw. Ik vind deze wel mooi. Maar ik vind ze gewoon niet blauw. Dus ik ben wel een klein beetje teleurgesteld. Die groene ooglens heb ik een keertje eerder gehad. Toen woonde ik nog in Amersfoort. En toen had ik groene ooglensen gekocht. Dat is al best wel een tijd geleden. Als ik 1,5 jaar geleden of zo. Nee, al langer. Want ik woon hier alweer 1,5 jaar. Dus dat moet al iets van 2 jaar geleden zijn. En die vond ik toen wel echt heel tof. Ik vind groene ogen sowieso ook super mooi. Kijk, dit is wel echt groen. Dat verschil zie je wel. Oh, deze vind ik dus echt heel mooi. Ik vind groene ogen gewoon over het algemeen gewoon heel mooi. Nou, dit is niet echt helemaal de bedoeling. Hij zit niet helemaal goed. Ik hou wel van groene ogen. Ik wil ook groene ogen. Dus ik heb naar alle lenzen in gehad. Laat even via het polletje hierboven weten welke kleur jij nou echt het tof stond. Als je een tip hebt van waar je lenzen kunt halen... Die echt natuurlijk ogen. Want ik wil echt natuurlijk, meest natuurlijk ogende lenzen. Op sterkte. Let me know. Oké, wacht. Ik ga over mijn echte lenzen in doen. Want dan kan ik het tenminste wat scherper bekijken. Deze is ineens super hard dan. Wow. Oh, volgens mij zit er iets op mijn lens. Ah, en dan krijg ik hem ook nooit uit. Oh, mijn hele make-up loopt ook uit. Oké, wacht. Ik zie niks meer. Nou. Damn Christ. Er zat dus iets op mijn lens. En toen deed ik hem in. En moet je ook kijken binnen wat voor secondes je hele oog knalrood is. En mijn make-up helemaal uitgelopen. Ik denk dat iedereen die lenzen gebruikt dit wel herkent. Wel grappig, die kleurverschillen. Nu ook nog eens keer dat mijn oog zo rood is. Maar goed, ja. En ik word er ook altijd meteen snotterig van. Inmiddels zijn we een paar uur later en lig ik lekker in bad. Ik heb gesport en ik heb echt een heerlijke bruisbal gebruikt. Maar normaal gesproken ga ik altijd in bad liggen terwijl het bad vol loopt. Nu is het bad dus mega vol. Maar naast dat
is hier ook zo heet. Oh, maar ik vraag me ook af hoe lang ik het volhou. Ik ga heel even uitkoken. En daarna ga ik denk deze vlog editen. Ik heb niet super veel gedaan vandaag, maar ik dacht ja, ik wilde heel graag die lenzen testen. En ik had daarnaast ook zin gewoon om heel even een beetje met jullie te kletsen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een beetje een thuisvlogdagje dit, maar ja, hopelijk wel leuk. Mijn gezicht glimt ook helemaal, zo warm heb ik het. Ik denk even dat ik een kans later ben gaan doen. Ik hou dit niet langer vol. Zo, ik ben er terug van het wandelen met Pip, wat echt beren koud was en het regende. Toch wel jammer als je net zo uit een lekker warm bad komt. Eigenlijk had ik het beter daarna kunnen doen, maar ik ben nu echt super moe. Dus ik ga de vlog afsluiten. Eerst even wat drinken voor mezelf inschenken, want ik moet deze nog editen. En ik had morgen eigenlijk afgesproken met Mandy, maar dat is afgezegd, want Mandy is ziek. Echt zoveel zieken om me heen. Ik hoop echt dat ik het dit jaar oversla. Ik heb tot nu toe elk jaar een longontsteking gehad, maar tot nu toe nog nergens last van. Dus ik hoop echt dat mijn lijf denkt, nou weet je, dit jaar skippen we jou. Dus ik probeer heel veel vitamines te nemen, fruit te eten, maar ook vitaminepillen te slikken, gewoon voor de zekerheid. Let me know via de poll nogmaals wat je vond van de lenzen en welke oogkleur je nou het beste bij mij vond staan. En dan zie ik jullie heel graag donderdag weer met een nieuwe video. Ik heb echt een superleuk idee. Alleen ik ben nog bezig met het uitwerken daarvan. En ik hoop dat ik deze donderdag online kan zetten. Want anders wordt het een weekend. Maar ik denk donderdag. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doei doei!